Nou, welkom bij patroon 6. Vandaag leg ik uit hoe je dit stukje haakt. Ik heb deze eigenlijk een beetje te strak gehaakt. Dus hier moet ik je even laten zeggen dat je een beetje losser moet haken. Want die, als je die vaste en losse goed aantrekt, dan wordt die een beetje te strak. Dat heb ik bij de volgende kleuren wel goed gedaan. Dus deze moet je niet te strak aantrekken. Nou, bij patroon 5 ben je geëindigd met een toer petrol. En dan ga je aanhechten bij het laatste stokje met klee. En dit patroon is niks anders dan een keer losse haken. In het eerste stokje haak je een vaste. Dan een losse. Dan sla je dus eigenlijk de volgende stokje over. En dan in het derde stokje doe je weer een vaste. Lossen. En dan doe je eigenlijk hier ook één stokje overslaan. Je kan zeggen ik haak hem eromheen of ik haak hem erin. Wat je zelf wil. Een losse. En dan hier, omdat dit er drie lossen zijn, moet je hier er maar eentje in haken. Sla je eentje over. Met de losse een vaste. Niet vast aantrekken. Dan wordt hij een beetje te strak. Dus een losse in het midden. Kan je zeggen, oké, ik doe hem gewoon eromheen. Of je kan hem erin haken. Ja, wat je zelf wil. Het maakt niet zo heel veel uit. Nou, je slijpt nog een losse. Dus niks anders dan losse en vaste. En elke keer sla je bij de losse één steek over. Dus losse in het midden. Het is misschien net zo handig dat je hem eromheen haakt. Lossen, sla je eerste stokje, lossen, derde stokje, lossen en de vaste in het middenste van de drie lossen. Lossen, vaste, lossen. Vaste, lossen. Vaste, lossen. Vaste. Lossen, vaste, lossen, vaste, lossen, vaste, lossen en je eindigt met op het laatste stokje met een vaste. Die hou je niet helemaal door, want je gaat met de volgende kleur, met oranje, hecht je aan. Door het stokje de vaste af te maken. Keer lossen, draai je werk om. Dan heb je in het eerste vaste een vaste. Soms een beetje ingewikkeld als je met een dubbele draad haakt. Dan doe je om de eerste twee maak je twee vaste. Dan een losse, sla je de vaste over en om de losse heen haak je een vaste. Lossen, vaste sla je over, om de losse heen maak je een vaste. Lossen, om de losse heen maak je een vaste. Lossen, vaste sla je over, om de losse. Dit haakt eigenlijk heel simpel en heel snel. Dus dit patroon is eigenlijk heel leuk en makkelijk. Dus vandaag is het een beetje makkie. Maar wel een leuk effect door die veetjes eigenlijk van die vaste en het verspringen van de kleuren. Nou, ik ben deze sjaal ook weer in nieuwe kleur aan het haken voor mijn dochter. Dus dat is ook wel leuk om hem weer een beetje zelf weer mee te haken met iedereen. Heb je al op mijn advertentie geklikt vandaag? Zou super aardig zijn. Is niet veel, maar goed, alle beetjes helpen. Aan het eind, ik zit weer een beetje te kletsen. Deze vaste sla ik over. Om de losse maak ik een vaste. En in de eerste of de laatste vaste maak ik ook weer een vaste. En ik ga nu met roze aanhechten. Dus de laatste vaste had ik niet doorgehaald. Keer lossen, sla je haakwerk om. In de eerste vaste maak ik een vaste, dan een losse,
Sla er vast over en om de losse vaste, om de losse haakje een vaste. Soms praat ik langzamer dan dat ik haak. Losse, om de losse een vaste. Losse, om de losse een vaste. Losse. Losse. Niet te strak aantrekken, want dan wordt het een beetje plankerig. Dus gewoon losjes doorhalen. Dus niet heel erg strak, gewoon los. Vaste. Mag ook los. Zo. Dan zie je gewoon dat de veetjes verspringen. Losse. 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 Een vaste om de los heen. En in de laatste vaste haak je een vaste. En nu haal je door. Ook hier verspringen met drie. Als je met drie kleuren haakt, dan kan je dus kleuren gewoon laten hangen. Dat is juist het handigste. Dan pak je weer door met klee. Keer lossen. Eerste vaste, altijd een vaste. Tweede is een losse, dus daar ook een vaste. En dan een losse. En om de volgende losse een vaste. Dit is ook wel makkelijk dat je niet in een steek hoeft te steken. Maar gewoon eromheen. Dus dan zie je ook dat dit gewoon een heel mooi effect wordt. Kijk, aan deze kant heb ik hem zo meegenomen. De draadjes hier ook. Nou, eigenlijk heb je daar geen last van. En maak je dit 3, 6, 9, 12. En dan eindig je met klee en oranje. Dus 13, 14 toeren. Omdat ik deze ook met roze ben begonnen, heb ik die laatste roze niet gehaakt. Anders is het een beetje dubbel. Dus dit patroon 7, loopt eigenlijk over in patroon 6. Nou, we gaan zo morgen met deze aan de slag. Ook een leuk patroon. Veel succes vandaag met de vaste en de losse. En ik ben benieuwd naar jullie haakwerken. Veel succes met deze. En leuk als je mijn advertentie klikt. Dankjewel. In ieder geval bij het blog en bij Creatief staan advertenties. Als je daar een klikje op wil geven. Ik doe dit gewoon vrijwillig, gratis. Ik verdien er bijna niks aan, want het hosten van mijn website kost ook best veel geld. Dus ja, ik vind het gewoon leuk om te doen. Maar ja, ik wil geen betaalde patronen gaan doen. Vind ik zo gedoe. En ik vind het leuk als ik iets maak dat mensen zeggen, goh, wat leuk. En dat ik dan kan zeggen, het patroon staat op mijn website. Alsjeblieft geen verzoeken of ik op verzoek wil haken. Daarom zet ik mijn patronen op mijn website. Ik vind het leuk om dingen te ontwerpen. 1 keer. En ik hoefde niet 16 keer dezelfde sjaal te haken. Dat vind ik, dat mag je zelf proberen. Dus vandaar dat ik Juf Sas daarmee ben begonnen. Dus geef een klikje op mijn website of op een advertentie als je het leuk vindt.